Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie heeft afgelopen vrijdag een werkgroep ingesteld die alle voorbereidingen moet plegen voor de opzet van de Nationale Autoriteit voor Uitvoering van het Chemisch Wapenverdrag. Deze nationale autoriteit zal erop toezien dat de bepalingen in het verdrag en de uitvoeringswet op nationaal niveau worden nageleefd. De nationale autoriteit zal op nationaal niveau onder andere belast worden met het coördineren van inspecties op het gebruik van chemische stoffen bij bedrijven en overheidsinstanties. De verdachte Gilmore André Hoefdraad is gedagvaard voor de behandeling van zijn hoger beroepszaak op 20 februari 2023. Het Openbaar Ministerie heeft op 16 januari de dagvaarding de deur uitgestuurd. Het Hof van Justitie veroordeelde de verdachte op 17 december 2021 voor deelname aan een criminele organisatie, overtreding van de anticorruptiewet en ambtsverduistering. Conform de eis van de procureur-generaal werd hem een gevangenisstraf van 12 jaar opgelegd en een geldboete van 500.000 SRD. De Centrale van Landsdienarenorganisatie, CLO, maakt zich zorgen over de nog te maken staatsbesluiten ter uitvoering van de wijzigingen van de personeelswet. CLO is van mening dat de wet in haar bestaande vorm genoeg handvaten biedt om corrigerend op te treden tegen overtreders. Het voorstel tot wijziging van de wet wordt daarom gezien als bedreiging tegen degenen die in actie zouden willen gaan. Ook is CLO van mening dat hiermee de overheid medewerkt aan een slecht functionerend systeem voor personeelszaken.